Dag kijkers en luisteraars en welkom bij aflevering 82 van TBN JPD. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Aflevering 82 is een succes geworden dankzij de donaties van de volgende personen. De heer Rajesh Hemraj, woonachtig aan de Sulfaatstraat, Taparamaribo Noord. Op 1 augustus is meneer Rajesh Hemraj 50 geworden. De felicitaties en ook nog de dankzegging aan hem dat hij voor TBN JPD heeft gekozen om personen, gezinnen in de gemeenschap blij te maken. Onze dank gaat verder uit naar mevrouw Jacinta Gopalerai. Deze mevrouw heeft levensmiddelenpakketten gedoneerd. Onze hartgrondige dank aan deze mevrouw. Mevrouw Sadhana, onze hartgrondige dank aan u. U hebt rijst gedoneerd, zakken rijst. En mevrouw Sadhana, die wordt er ook gefeliciteerd. Want op 1 augustus is ze jarig. Ook mevrouw Jacinta Gopalerai, die de levensmiddelenpakketten heeft gedoneerd, wordt op 3 augustus 60 jaar. Dat is toch wel bigiari. En wij feliciteren haar en wensen haar het allerbeste toe. Verder gaat onze dank uit naar lid van de Sai Baba-organisatie in het reisdistrict Nikeri, die wederom rijst heeft gedoneerd. Dank gaat verder uit naar mevrouw R. voor snoep en pampers die zij gedoneerd heeft. Verder gaat onze dank uit naar alle andere personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van aflevering 82. Heel veel kijkplezier. Dit is meneer Biswane met zijn kleinzoon en de naam van meneer Biswane, die hebben wij ook opgestuurd gehad. En meneer Biswane, u krijgt alvast de enveloppes. Dit is van familie Jagru en van familie Jagru krijgt u een enveloppe met 200 SRD, alstublieft. Dit is van mevrouw Malti Harangi en gezin. Deze mevrouw is op 31 juli jarig. Ze wordt 40 jaar oud en van mevrouw Malti Harangi krijgt u dan ook een enveloppe met 200 SRD. U krijgt een rijst van een meneer uit Nikeri. Welke persoon is deze? Mevrouw Malti Harangi. Ja? Van haar heeft u dat gehad. En van mevrouw Jacinta Gopalerai krijgt u een pakket met levensmiddelen. Ja. En u krijgt er ook nog een zak rijst van een meneer uit Nikeri. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ik ben verrast. Ik had nooit verwacht, weet je. Maar in dit geval ben ik de mensen zeer dankbaar. De mensen toch aan mensen die minder bedeeld zijn, toch geholpen kunnen worden. Ja. Dank u wel. De Stichting Roemas die heeft ons kennis laten maken met u en we hebben uw verhaal gehoord. En ik moet zeggen dat wij van Stichting JPD, u valt echt binnen onze criteria. En ik kan niet van hier weggaan, ook dan u wat te geven die we hebben gehad van onze donateurs. Het komt van verschillende donateurs, zo krijgt u wat levensmiddelen, rijst, er is wat snoepgoed voor uw kinderen en kleinkinderen. Maar verder krijgt u ook nog een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. En ik hoop dat u dit allemaal heel goed kunt gebruiken. Mensen, nog hartelijk bedankt. Mijn woorden schieten tekort. Heel hartelijk bedankt voor al het hier wat ik heb gehad. En nog veel, veel kracht voor de hele stichting. Ook de oefenstuk met Roemaas. Dank u wel. Mevrouw Durga, goedendag. We beginnen alvast met de enveloppes. De eerste enveloppe krijgt u van mevrouw Malti Harangi en gezin in verband met verjaardag op 31 juli 2020 wordt mevrouw Malti 40 jaar.
En in dat kader heeft deze mevrouw voor u en uw zoon een enveloppe met 200 SRD gestuurd, alstublieft. En van de familie Jaguru krijgt u ook een enveloppe met een geldsbedrag hierin, alstublieft. Bedankt. U krijgt ook rijst en een levensmiddelenpakket van de heer Rajesh Himraj. Op 1 augustus wordt meneer Himraj 50 jaar oud en heeft gemeend daarom wat gezinnen te gedenken. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Donateur, ik begin met de... Jaguru. Familie Jaguru, die wordt hartelijk dank. En Spanjada. Nee. Oké. Okay. Hartelijk dank en God gaat u zegenen. En tweede is de familie. Mevrouw Malti Harangi. Mevrouw Malti Harangi, u wordt hartelijk dank voor Jariba. Jawel. Mevrouw Malti. Zij wordt 40 jaar oud. U wordt hartelijk bedankt en gefeliciteerd. Hartelijk dank. God gaat u zegenen. Dank u wel. En die pakketten van meneer Himraj. Meneer Himraj, u wordt hartelijk dank. God gaat u ook zegenen. Dank u wel, meneer Ganesh. Dit is mevrouw Dankor met haar kinderen. En mevrouw Dankor die heeft ons zelf benaderd of we haar ook kunnen helpen. Vooral ook in deze periode van COVID-19. U bent moeder van 8 kinderen en u zei u bent op zoek naar werk. Een werk en een ietsje behoorlijke ruimte dat ik al mijn kinderen bij me kan hebben. Want niet al mijn kinderen zijn bij me. Dus degene die ik hier bij me kan houden, heb ik hier gehouden. Maar die anderen zijn bij me, zusje. Ja. Zou je het erg vinden als we even binnen filmen en de mensen wijzen? Okay. Ja. Als je, dan kunnen mensen zelf zien. Ja. En in deze ruimte slaapt u dus met al uw kinderen. Ja, ja, met zo'n kleine ruimte. Dus als ik een ietsje meer ruimte kan hebben, zodat ik al mijn kinderen bij me kan hebben. En een werk. Als ik een werk vind, want ik ben wel gezond, maar door die situatie van het land kan ik niet gaan werken. En ik kan die kinderen ook niet alleen laten, want ze zijn veel jonger. En wat voor werk zocht u? Al is het een schoolmaat, maakt niet uit. Ook bij de overheid, het maakt niet uit, meneer Ganesh. Ja. Als ik een schoolzak, het is een werk dat ik mijn gezin kan voediseren. En hoe kunnen de mensen u bereiken? Mensen die misschien op dit moment naar u kijken en zeggen van, nou, die mevrouw kan ik best wel gebruiken in de schoonmaak of toch voor iets anders. Ja, ik heb wel een mobiel telefoon en nu, mijn nummer is te bereiken op 84-19-565. Ja, wilt u het nogmaals herhalen? 84-19-565. Goed. Zoals ik het zei, mevrouw Dankor. Ja, mevrouw Dankor. U krijgt voor u en uw kinderen een enveloppe van Ram Krishna. Ik denk dat de persoon zo heet. En hij heeft hierop... Oh, oké. Okay. Ik word net gewenkt dat deze persoon toch een zeer gelovig persoon is. En hij gelooft in Ram en Krishna. Dat zijn goden, hindoe-goden, ja. En hij schenkt aan uw gezin, hier staat geschreven dat ik het aan grote gezinnen moet geven. Van deze persoon krijgt u een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. U krijgt reis en ook nog een pakket. Dat komt van een meneer. Hij wordt op 1 augustus 50 jaar. Zijn naam is meneer Rajesh Himraj. En dit krijgt u van een andere persoon die het gewoon uit liefde geeft. Hij wil zijn naam niet op de televisie. Maar hij heeft me gezegd, geef het aan een gezin die het hard nodig heeft. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, meneer Ganesh. Ik wil de donateur heel hartelijk dank zeggen. Heel, heel, heel hartelijk dank zeggen. En God gaat ze meer zegenen. U ook, meneer Ganesh, en uw cameraman. Dank u wel. Dank. Mevrouw Kasi, mevrouw Malti Harangi, is op 31 juli jarig. En zij heeft gemeend om wat gezinnen te gedenken. En van mevrouw Malti Harangi, die 40 jaar oud wordt op 31 juli, krijgt u een enveloppe met 200 SRD, alstublieft.
En dit krijgt u van de familie Jaguru. Familie Jaguru geeft ook aan u 200 SRD alstublieft. Rijst en levensmiddelen krijgt u van de heer Rajesh Hemraj. Hij wordt op 1 augustus 50 jaar. Wilde u wat zeggen aan allen die u bedacht hebben? Ja, ik wil mevrouw Malti Harangi heel hartelijk bedanken, gezin heel hartelijk bedanken. Dat ze een envelop voor me heeft gestuurd. Ik heb het wel hard nodig op het ogenblik. Want de markt, we zijn bijna 4 maanden thuis gebleven ook. 3 of zo. En nu is de markt weer open. Kijk, hij was vandaag gegaan. Niets. En die AOV is ook niets voor ons. Ja. Dus ik wil hun heel hartelijk bedanken voor deze gift wat ze hebben gestuurd voor mij. Ja. En ze was jarig, hè? Ja. Ja, en ik wil er ook heel hartelijk feliciteren. Met heel, 31 juli is ze jarig. Dus nog heel hartelijk gefeliciteerd. En God rijk ze zegen op jullie hele familie, gezin. En mogen God je heel lang leven schenken. En nog kracht en wijsheid. En de familie Jaguru wil ik ook heel hartelijk bedanken. God rijk zich zegen. En mogen de Allemachtige op hun berusten. Ja, dat wil ik ze zeggen. En deze Hemraj die pakket heeft gestuurd, heel hartelijk bedankt. En God rijk zich zegen wil ik verder zeggen. En heel veel kracht en gezondheid. Want met mijn gezondheid gaat het ook niet zo goed. Want ik was geopereerd, hè, van mijn rug. En ik ben 2 keer gevallen, dan gaat het niet zo best. Ja, en de doktoren, je gaat naar de doktoren, ze schrijven gewoon recept. Ze willen je niet kijken. Ja, en om een scan te maken heb je ook geen geld, toch? Ja, dus, en meneer Krenten was ook in het ziekenhuis. Dus al deze slagen zijn helemaal op me gekomen ook. Hij zit ook geopereerd. Want het shunt deed niet meer. Hij heeft trombose opgelopen. Moest hij direct door dokter Chigaru geopereerd worden. Ja, 1 keer is hij gegaan. Heeft hij gezegd, vandaag is het te druk. Maar ik ga u opereren, maar u gaat naar huis moeten. Voor verzorgen en zo. Dus die dingen dat waren wel zwaar voor me in die tijd. En ik ben met mijn rug zo. Dus af en toe, maar ik blijf in beweging. En met die COVID kan je ook nergens gaan. De doktoren, ze gaan gewoon achter de glas staan. Om te, je wijs je verzekeringkaart te schrijven. Klaar. Maar daarmee doe ik. En ik blijf in beweging. Want als je gaat zitten, ga je ook gewoon blijven zitten. Maar 4 dagen was ik op bed alleen. Ik weet niet wat eten dingen waren en water. Ja, je zult ook zelf zien naar me. Ja, dus de dokter hebben ook gezegd, maar het gaat. Je moet gewoon blijven in beweging, moeten blijven. Ja, en dat doe ik. Ik maak mijn huis schoon, ik maak mijn erf schoon. Gisteren nog was ik een beetje plantjes te kijken. Al mijn plantjes zijn verwaarloosd. Kijk die orchideeën, kijk ze niet naar. Het lijkt dat ik geen zin meer heb, toch? Om die dingen te kijken. Maar ik blijf op de Heer, door de Allemachtige. Hij geeft me kracht dat ik als ik ga slapen. Maar ik kan slapen niet. Dus als ik 1-2 uren heb geslapen, is het heel veel voor mij. Maar de dokter zei, dat is niet goed. Je moet slapen. Slapen moet je slapen. Maar, en ik kan niet naar de psychiater gaan om mijn medicijnen af te halen. Maar hij heeft verleden, mevrouw Kass, ik heb je bijna 5 maanden niet gezien. Wat is er? Mijn dokter Juman Khan. Hij zegt, stuur iemand om medicijn. Want slapen moet u slapen. Als u niet gaat slapen, gaat u misschien gek worden. Ja. Ja. Maar soms wilt u niet aan die tabletten veel. Ik ben eraan. Sinds mijn huis is gebrand, ben ik eraan. En nu als ik niet drink, kan ik niet slapen. Maar ik tracht om gewoon te doen.
Maar ik zeg, nee, dit kan niet, want ik blijf dat ik niet slaap. Ik zeg, deze dinsdag wat komt, volgende week, dan ga ik mijn zoon sturen. Laat hij die medicijn wel voor me gaan halen. Laat me wat kijken. Als ik slaap, dan gaat het een beetje beter. Want mijn zuster zegt ook, wat is er zo'n met je? Ik zeg, kijk, ik piek er veel ook. Het leven is hard geworden. En wat, kijk, ik kan mijn dingen niet vergeten wat is gebeurd, toch? Kijk, vroeger hadden we, je hebt je geld verloren, alles heb je verloren, je sieraden heb je verloren, alles. En die dingen, andere mensen nemen het gewoon, ze kunnen eruit. Maar jij, je hebt hard gewerkt voor je dingen, dat heb je in je hoofd nog. En die dingen, dat maken me ook een beetje dingen. Kijk, vandaag, ik wilde niet komen om te praten. Ik zeg, man, ga jij nou een beetje praten? Hij zegt, nee Sonja, kom, jij moet praten toch? U heeft die hart opgelucht, dus misschien gaat hij vandaag een beetje goed slapen. Ja, kijk, nee, maar dat is waar hoor, meneer Dines. Als ik met mensen ben, kijk, verleden zijn mensen gekomen, mijn zusters, om het te zien. Hebben ze gezegd, ze hebben zoveel lachen, alles, ze hadden gekookt en gebracht, alles hoor, bami, kip, alles. En die dag heb ik echt mooi geslapen. Volgens mij... een nichtje van me heeft ook gezegd, waar ik in tijdens die brand ging blijven. Zij heeft ook gezegd, Sonja, je moet een beetje eruit. Je moet een beetje eruit, anders ga je frustreren. Je bent er binnen, maar één ding, je bent bang, toch? Om eruit te gaan. Ja, ja. Ik heb mondkap, alles, maar ik zeg nee, ik moet een ding nemen om eruit te gaan, om een inkopen te gaan doen of wat. Want je moet iedereen mensen sturen constant. Maar jij, wat jij misschien, je gaat naar de winkel en je ziet dit en je wilt het, dan koop je het. Maar gewoon moet je iets schrijven. Kijk, ik heb dit nodig, maar in deze tijd, dat moeten we doen. Schrijven wat je nodig hebt. Ja. Goed. Ja. Ik ben blij dat we toch u gezien hebben. Ja. Ja. Ik ben u heel dankbaar dat u naar me hebt gedacht. En... u en meneer Rajesh, hè? Raj ook. Ik ben heel hard, ik ben heel dankbaar. Misschien heeft de Almachtige u ook gestuurd. Ja, want ik dacht ook... ik zeg niet. Want de Heer weet wanneer hij u gaat sturen hier. Want er zijn meer mensen. Ik kijk naar die programma, maar soms wil die tv niet goed doen, toch? Dat kan ik niet kijken. Dan... maar als ik kijk, dan heb ik, zeg ik, bij, ik mag van God dankbaar zijn dat ik nu zo ben. Ja, ik kan nog eten, weet je. Ik kan nog eten, alles kan ik nog. Ik kan lopen, andere mensen zitten. Ze zijn op bed. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik die dingen zie. Vooral die ene dame met die twee voeten, geen twee voeten heeft. Ik heb altijd medelijden met haar hoor. Ik zeg u eerlijk, altijd zeg ik nee, God, laat dit niet met me gebeuren hoor. Ja, ja, is echt zielig om te zien die programma's. En die avond dat slaap je niet helemaal niet. Ja, als ik naar die programma ga, slaap ik niet. Ja. En straks is mijn huis ook 3 jaar dat ik hier in mijn huis ben. 17 augustus ben ik 3 jaren hier ook. En 28 mei was het ook 3 jaar dat mijn huis was gebrand. Dus al deze dingen. En het is een slag voor me gekomen in deze periode. Ja, en we kijken wat er ook gebeurt. Misschien kan deze president van ons liefste president Santoki, Jan Santoki, het land nog beter maken. Dus we hopen het. Dit is Amina. En Amina die krijgt dan van de familie Jaguru een enveloppe met 200 SRD. Alsjeblieft, Amina. Ja. En dit is van mevrouw Malti Harangi en gezin. Mevrouw Malti Harangi is op 31 juli jarig. Ze wordt er 40 jaar oud. En zij heeft ook voor haar een enveloppe gestuurd met 200 SRD. Alsjeblieft. Verder hebben we een pakket.
en reist van de heer Rajesh Hemraj, die op 1 augustus 50 jaar is geworden. En meneer Hemraj, die wilde wat gezinnen blij maken. Wilde je wat zeggen? Praten. Ja. Wil je zeggen dankjewel? Dankjewel. Okay. Ja, alles goed met je? Ja, alles goed? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, de moeder contactte ons en in feite is dit de situatie waaronder moeder en dochter leven. U ziet het, delen van het plafond is weggevallen en ik durf er bijna niet daar naartoe te lopen, maar u ziet het, vloer die is helemaal verrot. En ja, wij wilden u toch wel een beeld geven onder welke situatie moeder en dochter leven. U ziet het, delen van de shutters die zijn ook weggevallen. Er zijn er hier wat PVC-platen aangetimmerd, zodat mensen niet binnen kunnen komen. Nou, dit is de situatie waaronder moeder en dochter leven. En we dachten van toch blij te zijn dat we deze familie ook hebben kunnen helpen met het een en ander. Heer Karamat en gezin, mag ik jullie allen een gezegende Eid al-Adha toewensen? Dankjewel, meneer Ganes. En ik wil de hele gemeenschap van Suriname de Eid al-Adha viert en ook feliciteren, meneer. Er zijn wat mensen, heer Karamat, die voor u en uw gezin wat enveloppes heeft gestuurd. En zo beginnen wij met een mevrouw. Ze wil de naam niet op televisie, maar zij geeft aan dat zij gelooft in Sri Vishnu Bhagwan. En ze heeft voor u en uw gezin, uw naam staat hier, voor u en uw gezin heeft ze gestuurd een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. En van Divano Yankee, die op 27 juli 21 jaar is geworden. Hij wordt gefeliciteerd door zijn moeder Jane Weerwind. Ze wonen in Zeist, Nederland, voor familie Karamat. Een enveloppe met 200 SAD, alstublieft. U krijgt de gele zak met levensmiddelen. Dat komt van mevrouw Jacinta Gopal Rai. Zij is op 3 augustus 60. En rijst krijgt u van de meneer uit Nikeri van de Sai Baba organisatie. Meneer Ganes, voordat ik begin, wil ik u vragen als u kan me helpen. Er zijn vandaag echt moeilijke namen. Dus, ja, ik wil Divano Yankee feliciteren. Gossade Benoene en alle wensen van hem vervullen en in deze maatschappij aankomen. En de heer staat geen naam, hier is anoniem. Ja. Ik maar deze mevrouw, zij gelooft in Sri Vishnu Bhagwan. En zij heeft u op televisie gezien en ze vroeg of wij ook een enveloppe aan u en uw gezin konden geven. Ik wil deze mevrouw ook bedanken en ik wil wat bijvoegen. God is één. Als je Allah zegt, als je Bhagwan zegt, is één. Maar we hebben ons allemaal, ons systeem om te bidden. Maar God is één. Ik weet niet of twee God is of drie God, maar God is één. Ik wil haar ook bedanken namens mijn familie, Karamat. Heel hartelijk dank. En de gele tas. Mevrouw Jacinta Gopal Rai, 3 augustus, wordt ze 60 jaar. Ja, ik wil haar ook feliciteren. En nog hartelijk dank. Ik kan er zoon zijn, moeder, nog hartelijk dank voor uw pakket. Was er goed besteden en de reis is van Sai Baba. Ik wil hen ook feliciteren en bedanken dat ze hebben me ook gedacht. En ik wil ook bedanken hele crew van Jepide. Wil ik ook hartelijk dank
van mijn hele familie Karamat zeggen. En nogmaals hartelijk dank. God zegen u. Mevrouw Radha, meneer Divano Yankee is op 27 juli 21 jaar geworden. Nogmaals, Divano Yankee. Zijn moeder heet Jane Weerwind en ze wonen in Zeist, Nederland. En deze jongeman heeft gevraagd om u een enveloppe te geven. En hierin zit er 200 SRD, alstublieft. Hij is niet daar. En dan hebben we een enveloppe van mevrouw Yvonne Harar. Mevrouw Yvonne Harar is op 4 juli 65 jaar geworden. En op 17 juli is ze 10 jaar getrouwd. En ze heeft ook gevraagd om een enveloppe aan u te geven. Aan die Hindoestaanse mevrouw met 4 kinderen staat hierop. En dat bent u. Dus nogmaals, dit krijgt u van mevrouw Yvonne Harar, 10 jaar getrouwd. En ze is op 4 juli 65 jaar geworden. Van deze mevrouw krijg je ook 200 SRD. Alsjeblieft. Verder krijg je een enveloppe van mevrouw Santusha Raghu. Mevrouw Raghu heeft me gevraagd of wij dit kunnen geven aan gezinnen, dus waar kinderen zijn, zodat u nu we straks school hebben, misschien hiermee wat schoolspullen voor de kinderen kunt kopen. Mevrouw Santusha Raghu is op 22 juli jarig geweest en ook van deze mevrouw krijgt u 200 SRD alstublieft. U krijgt verder van, van mevrouw Jacinta Gopalarai, dat is dan in de gele zak, krijgt u levensmiddelen. U krijgt van mevrouw Jacinta Gopalarai, dat is dan levensmiddelen in de gele zak. En van mevrouw Sadhana, ze was op 1 augustus jarig. En van die mevrouw krijgt u dan een zak rijst van 10 kilo. Heel veel mensen, dus mevrouw Radha, die aan u gedacht hebben. Ja, wil je ze wat zeggen? Ja, ik wil iedereen hartelijk bedankt zeggen voor die zak rijst en die hele tas. En voor die enveloppen wil ik zeggen hartelijk bedankt. En nog vele na deze. Mevrouw Mina Abghat Pathais Divano Yankee. Okker Janam Dinerba Afraha, 27 juli ke, 21 jaar kebhel. Aar Divano Yankee rehe seist Nederland me. Abghat Pathais ik envelop met 200 SRD, alstublieft. Aar I envelop Pathais mevrouw Rinia Gopal Rai en Marco Joppen. Mevrouw Rinia Gopal Rai en Marco Joppen in verband met de 60ste verjaardag van hun moeder en schoonmoeder op 3 augustus. Dus mevrouw Rinia Gopal Rai, matake janam dinhe, aan meneer Marco Joppeke, schoonmoederke, ze wordt 60 jaar, haar oesap abgat pathuis, ik envelop met 200 SRD. John pakket mahe, op pathuis bhai Hemraj. Divano Yankee. Argent pakket he, op het huis meneer Hemraj. Meneer Hemraj, Rajesh Hemraj. 1 augustus ke, 50 jaar kebhal. Sponsor ke kusmate bole? Dan baat dan utop ke. Baar ukele, ke ham lakke tewa sarka ukele. Or utkabala stie saal saal po. Mele, thora gezondheid na mooi he? Na, ham wel. Mevrouw Mina laat sowieso alle donateurs bedanken. En ze geeft aan dat het niet zo goed gaat met haar gezondheid. De suiker is een beetje aan de hoge kant, vandaar dat ze zich niet lekker voelt. Ze geeft aan dat zij net zat te denken wat ze allemaal nog moet doen voor de dag, totdat wij zijn gekomen en dit alles voor haar hebben gebracht, dankzij de verschillende donateurs. Tja, mevrouw Mina, kjaal kan je op een gezondheid? Ja. Dat is ook een beetje hoe je vindt, tja? Dat is ook een slaap, hè. Pakai dat, hè. Dat is ook een koeheid, hè. Dat is ook een pakai dat gaat, hè.
Wat mevrouw Mina vraagt aan mensen, aan die gemeenschap, is of men haar kan helpen, of al is het een tweedehandse rijstkoker, want dat doet ze nog op de tjulha of op gas, maar ze zou toch graag een rijstkoker willen hebben. En ze geeft aan of er personen zijn in die gemeenschap, of ze haar dan daarmee kunnen helpen. En mevrouw Mina, voor mensen die het persoonlijk voor haar willen brengen, ik zal het adres duidelijk oplezen. En dat is dan de Bommaweg 352. Als u het persoonlijk verhaal wilt brengen, Bommaweg 352. En als u wil dat wij dat moeten doen, dan moet u contact opnemen met JPD op de daartoe bekende nummers. Meneer Ganga Basdeo, meneer Difano Yankee, zij is Nederland meer heilarka. 27 juli ke 21 jaar heb hel. Ik ben nou Jawan hei, heilarka op het huis. Ik gaat ik envelop met 200 SRD, alstublieft. Maar John I envelop he, I op het huis he, mevrouw Rinia Gopal Rai en Marco Joppen in verband met de 60ste verjaardag van hun moeder. Dus mevrouw Rinia ke, mata ke janam din he, 60 jaar ke bhel, aar meneer Marco Joppen ke saas he. Oosap abkhad mil ke pathais ek envelop met 200 SRD. Aar ee jon pakket he, chaur aar levensmiddelen, ee pathais meneer Hemraj Rajesh, 1 augustus ke, 50 jaar ke bhel. Sponsor lon ke kus mate bole? Haan, eddam. Meneer, ik heb hem allemaal wel, ki aise sabke jon larko jon hai ga, kai baris ke ba? 21 jaar ke. Oke, Bhagwan banaye rahe aise, ki hum log ke bhi khyal kare, aur okar umar badhte rahe. Aur ee jon mofrao hai, joni mofrao hai, yeho mofrao hum log ke khyal kare hai, sasta khyal ke bala. अच्छा मफरा के भगवान बनाए रहे कि सौ बरस जिए और हम लोग भी ख्याल करें और हम लोग सबके ध्यान करें वो सब हम लोग की याद करें और जो पैकेज जो हमको मिलल है मनेर हमराज तो बहुत डांके वेल है मनेर और ऐसे तू हम लोग ख्याल करिए हम लोग के कुछ दिख जा है और ऐसे ऐसे रहे. Nou, meneer, met zoveel woorden dat meneer Ganga zijn dank uitbrengt aan alle donateurs. Dat heeft hij stuk voor stuk gedaan. De mensen van de enveloppes, maar ook voor het levensmiddelenpakket. En meneer Ganga, bij aankomst wees hij me wat er met zijn benen is gebeurd. U ziet het hier, het is allemaal een beetje groenig. Hij heeft gezegd, de afgelopen dagen heeft het hier letterlijk onder water gezeten. Als gevolg waarvan er ook water bij hem in het huis was. Hij is suikerpatiënt, dus hij heeft in het vies water gelopen. En dat is dan nou de uitslag die hij heeft gehad. Want u ziet het, de vloer van zijn huisje, dat is niet verhard. Hij heeft er wat zinkplaten en wat triplex geplaatst. En daar overheen loopt hij. Dus allemaal wel jammer om dat te zien, dat meneer Ganga onder deze omstandigheden moet leven. Maar, zeg ik altijd, ik ben de mensen dankbaar op welke wijze dan zij ook kunnen helpen. Ijon gormeb hel, meneer Ganga, dat ra geile? Geile, ja. Zelf deed wel een keer. Hij heeft zelf gehad van de arts, zegt hij. Sab fel hai gaya gadwa aur sab aur gadwa mein wo jhunjhuni pakad sur chuke na chal paya la bachai rahi hai ab cycle patient bat hai ab dekhe ghav na hove ki koi bhai hame na batai sake hai maner ki ye jo hum dawai pila dekha be pili lagta lotion tab hum tay tay to le jaila aur okre baat mein फिर रुक जाए कोई भाई ना बता सके कौन दवाई पेट के बाद दतरा दन चेरस पहले बता सके है कि कौन ची पीबे तब toilet hem jij zeker lekker mooi zijn. Ja. Nou, wat ik mee moet geven is dat meneer Ganga al geruime tijd klaagt over ernstige buikpijnen en pas als hij lactulose inneemt kan hij afgaan. Dus de vraag die hij net stelde, of er mensen in die gemeenschap zijn met wat advies voor hem, want de arts geeft aan, als dit niet verholpen wordt met het lactulose, zal er ingegrepen moeten worden. Er zal operatief ingegrepen moeten worden en dat wil hij in feite niet. Dus zijn vraag aan die gemeenschap is of iemand hem van informatie kan dienen hoe hij
dit kan verhelpen. Op je telefoon hè? Mang dan nummer bolde, dan meneer ook op je bel kan zeggen. Ha, toch? De ei, haar nummer was 811-09-16. 811-09-16. Oké. Meneer Mahinder, mevrouw S.J. op het partij is ik envelop met 200 SED. Mevrouw S.J. heb een liekheba heer op rolstoel, waarvan de benen zijn geamputeerd. Oké, op je naam kjel naar haar, maar hij is een liekheba op het partij is 200 SED. Aan die partij is ik mevrouw. John 6 augustus 2020 ke 65 jaar ke hoi i mevrouw Heliforno ke i mevrouw abgat abi pathais ik envelop met 200 SRD alstublieft i region pakket he i pakket pathais meneer Rajesh Himraj 1 augustus ke bhal 50 jaar donateurs ke kus mate bole meneer Mahinder sabke bole la bahut hartlak badang ta ke hamne soche ba is situation jo hum baati ta और ऐसा फेस था दाखा वो सबके भगवान भला करी कि हसन थे तो सबके बढ़िया रहे या तो एंड नॉट फील ना दिस मैंने महेंद्र बदंगत एल्के डोनेटर दैट से अलन गेसेगेंड मोगे सेन मैं हिज बिसोंडर डंकबार दैट मैन ओक हेम बदाख्त हेफ्ट एंड दारफोर सेन हार्टग्रोंडिग डंक अच्छा मैंने महेंद्र हनन चली देखे कब फिन से भेंट हुए अच्छा महेंद्र गणेश बहुत धन्यवाद आप लोग के भी तो भगवान तो लोग के भी बनाए रहे या तो या Mevrouw Manohar, ja. Usha hè? Ja. Usha Manohar, u krijgt van mevrouw Rinia Gopalerai en Mark Joppe. Mevrouw Rinia Gopalerai's moeder is jarig op 3 augustus, 60 jaar. En van mevrouw Rinia en haar echtgenoot Marco Joppe krijgt u een enveloppe met 200 SRD, alstublieft. Ja. En dit is van een mevrouw van de Livorno die op 6 augustus 2020 65 jaar oud wordt. En van deze mevrouw krijgt u dan ook nog een enveloppe met 200 SRD. Alsjeblieft. Ja, dat is van een mevrouw van 65 jaar. U krijgt verder een zak rijst van mevrouw Zadena. Ze heeft gevraagd dat we aan wat gezinnen ook rijst geven. Dus u krijgt een zak rijst van mevrouw Sadhana. En u krijgt ook nog een gele tas met levensmiddelen. En dat komt van mevrouw Jacinta Kopalerai, die op 3 augustus 60 jaar wordt. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, bedankt alle mensen. Wat is dat de dingen gekregen? En voor jaren ook dingen. Alles is het bedankt. Ja. Wat kunt u me over uzelf vertellen? U zegt u bent verlamd. Hoe lang al? Ik ben al moederdag die dag. Wanneer was die moederdag? Mm-hmm. Nee. Jullie hadden toch die pakket gegeven die dag? Mm-hmm. Dan was ik het gekomen. Dan was ik daar zo bij mijn moeder. Maar die twee jongen is gekomen, daar is het zo gebeurd met me. Ja. Ik kan het helemaal niet meer lopen, ik kan het helemaal niet dingen. Ik ben niet op het bed. Ja. En wie zorgt voor u? Mijn man gaat het niet dingen doen. Ja. Zij doet voor me alles werk. Ja. Hij kookt. Hij kookt, hij mag schoon, hij doet alles. Ja. En ik zie dat er een kaars hier aan is, mevrouw Manohar. En als ik naar boven kijk, wat is er? Jullie hebben geen stroom? We hebben geen stroom. Helemaal niet. We slapen zonder kaars, met stroom. We slapen in kaars. Ja, ja. Ja. Gebruikt u ook pampers? Jawel. Ja? Mevrouw Manohar? Ja. Ja, u krijgt er ook een pak pampers erbij. Ja. Als we de volgende keer komen. Want u zegt, u gebruikt maatje M, hè? Ja. Dit is dan een maatje M. De andere zijn wat groter.
dat zal u niet passen. Maar ik hoop dat u dit voorlopig allemaal kunt gebruiken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, ja? Ja, bedankt hoor. Meneer Satyanand, bij Ashwinke Janamdinraha, 27 juli 2020. En deze jongeman heeft gemeend om wat mensen te gedenken. En hij stuurt er een enveloppe voor u. Van de heer Ashwin krijgt u een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. En dit komt van een gezin van Meerzorg Kommerwijnen SC. Ook deze familie heeft een enveloppe voor u gestuurd met 250 SRD, alstublieft. Rijst krijgt u van mevrouw Zadena. En pakket krijgt u van mevrouw Jacinta Gopal Rai. Want mevrouw Jacinta Gopal Rai wordt op 3 augustus 60 jaar. Dus Jacinta Gopal Rai. En dit is van mevrouw Sadhana. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs? Ja, ik wil aan alle donateurs heel, heel hartelijk bedankt zeggen. En aan de jarigen heel veel lange leeftijd met een heel goede gezondheid. En geluk en met veel plezierig leven. En de enveloppen die gestuurd hebben, de jarigen en ja, de anderen. En ik bedank heel voor die bijdrage dat zij mij hebben geholpen met financieel en met levensmiddelen. Ik bedank de mensen heel, heel hartelijk, vooral in de moeilijke tijden, want ik momenteel, okay, ik zat ook scher. Ja, ja, ja. En het gaat ja, moeilijk, dus hoe dan ook moet je de thuis blijven. Gisteren was ik weer naar de ziekenhuisarts geweest. Eergisteren was ik geweest, gisteren was ik medicijn gaan halen, want de medicijn wat ik gebruik, die wordt het gemaakt, zijn salvijncrème. Als ik vandaag ga indienen, dan moet ik morgen van die dag halen. Ja. Dat was ik gisteren gaan halen en nog een paar tabletten gaan kopen. Dus deze heb ik gisteren gehad. Ja. En wat voor medicijnen zijn dat? Dat zijn voor de huid. De huid, dat is voor huid, jeuk. En als je pijn hebt, lichaamspijn, dan heb je deze paracetamol, multivitamine tabletten, jeuk voor polaramine voor jeuk, multivitamine tabletten, paracetamol. En als je gauw echt pijn hebt, dan gebruik ik die naproxen. Dus, maar ik gebruik het als het zo nodig is. Dus als het niet nodig is, dan gebruik ik het niet. Dus dat is het. Maar helpt het? Ja. Okay. Dus in een maand moet ik één keer naar de huidarts gaan, naar AZP. En twee keer naar huisarts, RGD Poli. Voor die tabletten. Maar voor die salva en de crème, die krijg ik van dermatologische dienst. Dat krijg ik voor een hele maand, één keer. Ja. Nou, goed, meneer Satyanand, ja. We zijn blij dat we u dankzij de donateurs wederom wat hebben kunnen helpen. Ja, ja. Ik zou u wederom heel wat beterschap toewensen, ja. En zeggen graag tot de volgende keer. Heel hartelijke dank aan jullie ook, dat jullie in zo'n moeilijke tijden en zo'n zwaar tijden jullie hun best doen. En dank jullie ook en God zegen jullie allemaal ook. En zo zijn we dan thuis bij mevrouw Soerdien van leiding 10A. En mevrouw Soerdien die krijgt er een mooi geschenk uit Nederland van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Mevrouw Soerdien, mevrouw op het Patrijs Hollandse. Tja, belator cadeau hee. Dank je. Or ja, ik envelop. I mevrouw hoi 6 augustus 2020 ke. I mevrouw heli forno ke. I mevrouw hoi 65 jaar. Er i mevrouw op het pathuis ik envelop met 200 SRD alstublieft. Er i pathuis meneer SP, meneer op een naam namange TVP, maar deelse pathuil. Er dik i meneer P. SP. Wat is het? Naam is Dewe. Naam is Dewe. De tor gaat. Oh, hoi, sake. Ha, S. 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 Ha, S.
De oedector gaat het huis. Ik envelop abi met 250 SAD, alstublieft. Aardig John e-pakket hier. E-pakket op gaat het huis, meneer Rajesh Hemraj. 1 augustus, meneer Hemraj, bel 50 jaar. En meneer Hemraj, die wordt ook nog gefeliciteerd door het team van TBN JPD. Jenna sponsor hier. Jenna Tor gaat op cadeau het huis. Mevrouw Surdin, kusmate bole. Sabke boere, bari sukriya, dankjewel. Ja. Nou, kort en krachtig en ieder wordt van harte bedankt. En ik zei het al, mevrouw Surdin heeft er wat enveloppes gehad. Ook nog een mooi geschenk uit Nederland van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. En ook nog een levensmiddelenpakket met rijst van de heer Rajesh Hemraj. We zijn er ook thuis bij mevrouw Matura, omdat wat donateurs expliciet voor haar wat spullen hebben gedoneerd. Zo is er een mevrouw van de Livorno die op 6 augustus 2020 65 jaar wordt. En deze mevrouw die heeft voor mevrouw Matura een enveloppe gedoneerd met 200 SAD. Alsjeblieft mevrouw Matura. En Divano Yankee is op 27 juli 21 jaar geworden. Hij wordt gefeliciteerd door zijn moeder Jane Weerwind. Ze wonen in Zeist, Nederland. En ook zij hebben een enveloppe gestuurd voor mevrouw Matura met 200 SAD. Alsjeblieft. Mevrouw Matura, ook een mevrouw uit Holland, heeft een pakketje voor u gestuurd. Ze heeft gezegd, mevrouw Matura moet dit allemaal gebruiken. En meneer Rajesh Hemraj heeft levensmiddelen en reis voor je gestuurd. Meneer Hemraj is ook jarig. Kusmate Bolle, wilde je wat zeggen, mevrouw Matura? Anna, is een tante, bouw dambal water, toen maak het een cadeau patele water, en envelop met pijtje, en duw baba, ganen bijna ba, sabatia ilo ham ook, en chaur ba pak, en teel wel, en bouw dambal water, tante, toen maak het een natin balen, bouw blij water. Maar u hebt het gehoord, mevrouw Matura geeft aan dat ze heel erg blij is met alle donaties die ze heeft gehad. Alles goed, mevrouw Matura? Ja, ik kan zeggen, mijn tante ben ook 80 jaar. Hoeveel augustus? Ik ben 81, ik ben jarig. 1 augustus of 21 augustus? 21 augustus, ik ben jarig, tante. Ja, en hoe jong gaat mevrouw Matura worden? Ik weet het niet, tante. I'm not your pilot. Dan gaan we 21 augustus feest komen vieren. Ja. Want je zegt, je kookt altijd bami en ghosten. Ja, ik heb gisteren bami gekookt. Vandaag met het dal en dingen. Ja. Is goed, hè, mevrouw Matura? Ja, dank je wel. Ja. Meneer Autar, Palwar Jaddu, Dukhi Projectke. Palwar Jaddu, Dukhi Projectke. Op gaat het huis, ik envelop met 300 SAD, alstublieft. Bele paisa datram jahe kusme lagaliyo. Aur I, apke naam pe ail, in verband met 60 jaar van mevrouw Gita Tejai Seyombar Singh. Mevrouw Tejai Seyombar Singh ke janamdin raha, 22 juli ke. Aur I, mevrouw, op gaat het huis, ik envelop met 200 SAD, alstublieft. I, jo'n pakket he, pakket het huis, meneer Rajesh Hemraj, 50 jaar ke bhel, 1 augustus ke. Aur I, pamper, ik jo'n het huis, jo'n apen naam namange TV pe, ma deal se het huis. Kus mate bole, meneer Otwar, jenna sponsor he? I, jo'n, I, janamdin raha. Oh, mevrouw. आप त्रिशूलों के भी भैया गणेश के वो भैया के का नाम बुलाए राज के भी त्रिशूल के सब कम करतन बढ़िया से रहे बढ़िया से अपन कारोबार करे भरंटी हुए
ऐसी मदद करते जाओ, अगर रुकिया के भंडार भर रहे भगवान। Meneer Autaar, bedankt alle donateurs, maar de dank gaat ook uit naar JPD, Stichting JPD, dat zij ook geen tijd nog moeite besparen om mensen te helpen in deze tijd. En daarvoor geeft meneer Autaar zijn hartgrondige dank. Dank aan alle donateurs voor alles wat hij heeft gehad, maar ook het feit dat wij als organisatie, als stichting, dit helemaal thuis voor hem hebben bezorgd. Mevrouw Berghaven Vieira, ook voor u hebben wij wat donaties meegenomen. En zo krijgt u van de familie D. Yaddu, familie D. Yaddu van het Doekie project, krijgt u een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. En van mevrouw Rinia Gopal Rai en Marco Joppe, in verband met de 60ste verjaardag. De moeder van mevrouw Rinia wordt 60 en Marco is de schoonzoon, dus hij laat zijn schoonmoeder ook feliciteren. En op 3 augustus wordt de mevrouw 60 jaar en van hun krijgt u een enveloppe met 200 SAD. Van de heer Himraj, die op 1 augustus 50 jaar wordt, krijgt u rijst en ook nog levensmiddelen. Wilt u wat zeggen aan allen die u bedacht hebben? Ja, graag. Ik wil iedereen bedanken. Ja, je ziet toch, in tegenwoordig in deze leven, soms komt de dingen zo, het is een verrassing voor mij. Ja. Ik had nooit gedacht. Maar ja, gefeliciteerd aan die jaren mensen. En dankjewel voor die pakket. Ik zeg. Hoe is het met jullie? Nou, het lukt zo een beetje wel. Ja. Het lukt. Ja. De tijd tegenwoordig is zo hard, maar het lukt wel. Het lukt. We mogen niet klagen. Ja. Zeker. En hoe voelt het aan om in uw nieuwe woning te zijn? Ik voel me heel goed, ja. Helemaal. Ja, ja. Heel veel verschil dan de vorige? Ja, ik heb wel overal vrij rollen. Ja. Oké. Ja. Nou, blij, weet je, kijk, als de gemeenschap samenwerkt, dan zien we dat zulke projecten tot stand kunnen komen. Ja. Dus we zijn heel blij en ik hoop dat anderen ook het voorbeeld opnemen en anderen zo blijven helpen. Mag ik jullie heel hartelijk dank zeggen en graag tot de volgende keer. Is goed, ook bedankt voor jou. En God zegen je zeker. En jullie ook. Dank je. Mevrouw Sandra, mevrouw Rinia Gopal Rai en haar man Marco Joppe. Zij hebben een enveloppe voor u gestuurd, omdat mevrouw Rinia Gopal Rai, haar moeder, op 3 augustus 60 jaar wordt. En Marco Joppe, die feliciteert zijn schoonmoeder. Dus nogmaals, namens Rinia Gopal Rai en Marco Joppe krijgt u een enveloppe met 200 SRD, alstublieft. Ja. En dit krijgt u van een gezin van Meerzorg Komme Wijnen, SC. Nogmaals, van het gezin SC krijgt u 250 SRD, alstublieft. Ja. U krijgt rijst en ook nog levensmiddelen van meneer Rajesh Himraj. Ja, wilde je wat zeggen aan alle mensen die wat voor je hebben gestuurd? Ja, ik ben blij dat je mijn feedback hebt gekregen. Ja, dankjewel. Nou, mevrouw Irene, die heeft het voor het kindje hier een enveloppe gestuurd met 250 SRD, omdat het kindje ook jarig is in de maand juli. Dat heeft mevrouw Irene de vorige keer gehoord en ze heeft daarom dan een enveloppe voor het kindje gestuurd met 250 SRD. Een mevrouw die anoniem wenst te blijven, heeft voor meneer Mahabir met zijn 3 kinderen, je ziet de kinderen van het Doekie project, ook een enveloppe gestuurd met 250 SRD. Een mevrouw R. heeft pampers gedoneerd voor meneer Mahabir en we zien ook nog een levensmiddelenpakket, welke gedoneerd is door de heer Rajesh Himraj, omdat hij 50 jaar oud is geworden. Voor de mensen die het niet weten, meneer Mahabir is getroffen door een beroerte, vandaar dat hij dan bedlegerig is. Ja, kusmate bole, meneer Mahabir. Jena jene pathailba. 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 Jena jene pathailba.
कुछ कुछ अब तो दे बार बार भी जो हम तो खड़ी मैं कब हम मैं डाम देखी यार Nou, meneer Mahabir, bedankt alle donateurs. En hij, ja, en hij geeft aan dat hij in feite begint te irriteren, te frustreren van het liggen alleen. Hij zou graag de straat willen zien. En hij geeft aan wanneer hij van de bed daar naar deze komt, dan kan hij zich niet terug op de andere plaatsen. Jammer om dat allemaal te zien. Eens gezond, eens hardwerkend voor zijn vrouw en kinderen. En van de ene op de andere dag word je ziek en dan ben je helemaal afhankelijk van anderen. We zijn de gemeenschap heel erg dankbaar dat ook zij deze keer wederom hebben omgekeken naar meneer Mahabir en zijn kindertjes. Mevrouw Aileen, u krijgt van mevrouw Asha Harku en mevrouw Rita Girouw, nogmaals. Mevrouw Asha Harku en mevrouw Rita Girouw, krijgt u een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. En dit krijgt u van meneer Ashwin. Hij is op maandag 27 juli 2020 jarig geweest. En deze meneer die heeft gevraagd om een aantal gezinnen blij te maken. En u ziet het. U bent toch een van de gezinnen die het heel moeilijk heeft. Ja, ja. Klein huisje, allemaal, alles in één. Maar belangrijk is dat u wel een dak boven uw hoofd heeft. Ja, ja. Uw man, zijn been is geamputeerd. Dus vandaar dat we toch blij zijn dat we u kunnen helpen. Ook van meneer Ashwin krijgt u een enveloppe met 250 SRD. Van meneer Rajesh Himraj krijgt u een pakket. Ja. En ook nog een zak rijst. Ja. Wilde je wat zeggen aan alle mensen? Ja, ik wil de mensen bedanken die aan ons denken. En ik wens een hele goede, fijne dag verder. En mogen God ze zegenen dat ze zo door kunnen gaan. Heel mooi gezegd. Dank u wel. Dank u. Meneer Uday, John E. Pahila envelop Pathais. ई बोले एकर भगवान है राम और कृष्णा और बोले जब हम एनवलप देव मनई के तो हम के चाहिए बे इसने बोल के देवे के राम और कृष्णा अब खत पथाइस 300 एसएडी ऑस्टिब्लीफ और ई पथाइस मफ्रौ इफोन हरार मफ्रौ हरार के 4 तारीख जुली के 65 यार और 17 जुली के 3 यार खत्रौत और हमसे बोलिस आप देवे के जहाँ लड़कन बा अब तो लंग एगो क्लेन किन के पोसे हैं जो हम आप ई एनवलप तो के दे लो मफ्रो इफोन हरार के अस्टिब्लीफ और जो ई पैकेट है ई पैकेट पथाइस भाई राजेश हेमराज मैंने उदय जिन्ना स्पॉन्सर है जिन्ना डोनेटर है आप खात मफ्रो उदय खात और आप क्लेन्स आपके क्लेन्स उन खात पथाइल कुछ माते बोले जी हाँ En die tino, metlab donateur John he, ik heb John Patijn he, ik wil pahila envelop i aile he, ik heb naam Ram Krishna, ik heb bhaiya he, koi ki bhaini he, najani, achha bahut dhanbaad he, ki ke pathailo he, bhagwan aapke kirpa kare, aapke aur dohra tehra de aise, taki aap aur koi ke aise dukhiyaron ko madad kar sako he, aur ye hai Ifon Harar. Harar. इफोन कोई औरत जाते कोई बहनी है अच्छा बहुत धन्यवाद है आप हो के कि आप दे लो है और जैसे इके आप दे लो वैसे भगवान तो के और दोहरा तेहरा दे और आगे ऐसे और दुखियारों के मदद हो सके और ये पैकेट जो मिला है भाई हेमराज के हेमराज और क्या ओकर जन्मदिन है 1 अगस्त के 50 यार के भाई ओ भैया है महाराज के 50 बरिस के भाई है बहुत बधाई है जन्मदिन और आगे में चल के तंदुरुस्ती के साथ जीवन और लंबा आयु होए ताकि ऐसे आप और कोई के मदद कर सको भगवान बढ़ंती दे आपके आप सभी दोनों तरफ के ना कि जो
सिर्फ यहाँ हमें देने हैं, जितना डोनेटर है भैया लोग के हाथे भेजावे हैं, लोगों के पहुँचे हैं, सभी डोनेटर के भगवान कृपा करे, बढ़ती दे, ताकि और आगे में चल के और लोगों के ऐसे मदद हो सके। और आप लोग के भैया इतना परिश्रम करके घर तक पहुँचाओ है, तो आप लोग के भगवान कृपा करे, तंदुरुस्ती बनाए रहे, ताकि ऐसे और लोगों के भी मदद हो सके। Mevrouw Joray, wij hebben van uw zoon jullie woon- en leefsituatie begrepen. U woont in een huurhuis en jullie zitten met wat problemen nu. Ja, wat is het? Kijk, ik zit helemaal in een groot probleem. Ik moet stroom betalen, ik moet water betalen. Dat doet ook als ik mijn steungeld krijg. Ik kan niets doen. Ik kan niet eens naar de dokter gaan als je mijn voeten ziet. Ik leid hiermee daaronder. Ik ben een bloeddrukpatiënt, ik ben een suikerpatiënt. Ik heb last van mijn hart. Ik kan naar de cardioloog nog gaan. Laatst was ik helemaal ziek dat ik bijna in het ziekenhuis zou opgenomen worden. Dus ik heb een heel erg situaties nu de laatste tijden. Ja. En tot nu toe hebben ze ons niet geholpen met de steun waarmee we moeten nog iets kunnen aflossen. Ja, nou dat is de reden dat we hier zijn. Want uw zoon vertelde ons over jullie huiselijke situatie. Ja, we zijn 28 en we kunnen niet eens iets zien op de bank dat we kunnen ermee wat doen. We moeten stroom betalen, water betalen. Als EBS plotseling komt, gaat afsluiten, dan is het ook wat. U krijgt een eerste enveloppe van de heer SP. Hij wilde zijn naam niet op de televisie, maar van deze meneer krijgt u een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. En dit is van een gezin SC uit Meerzorg. En ook van deze mensen krijgt u een enveloppe met 250 SRD, alstublieft. Reis krijgt u van een meneer uit Nikeri. En pakket met levensmiddelen krijgt u van een mevrouw Corine. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ik wil ze heel hartelijk bedanken dat ze me hebben ondersteund. Dat ik ze heel, heel hartelijk bedank voor alles wat ze voor ons kunnen doen. Mevrouw Bisisser, de Johnny Pakket, die pakket op gaat Pathuis bij Rajesh Hemraj. Ook er genoemd dien he, 1 augustus, 50 jaar ke hoi. U he Paramarbu Noord, ke, u op gaat Pathuis levensmiddelen. Or ik pak het jou en een zak rijst. Or iba ik envelop, ik wil gezin SC, meer zorg komen weinigen. Op gaat Pathuis 250 SRD, alstublieft. Er i Pathuis, ik lurka, ook een naam he, Difano Yankee. 27 juli ke, i lurka bhel 21 jaar. Ar i lurka he Nederland me, Difano Yankee. Ar op gaat abi Pathuis, ik envelop, alstublieft. Jinna sponsor he, kusmate bole. Sabke dhanbaad bhaiya, jun i sab Pathuis he. पैसा वैसा सब उस सब के भगवान भंडार भरे रहे, भगवान उस सब के शक्ति देवे। तो हूँ लोग के भाई भगवान शक्ति देवे कि तू लोग इतना दूर चल के आवे, हम लोग के सहारा करे, तू लोग के भगवान रक्षा करे हमारा। Mevrouw Bisisser brengt haar hartgrondige dank uit aan de donateurs, wie op welke wijze haar ook heeft geholpen. En verder brengt ze ook haar dank uit aan ons en aan de stichting JPD, dat wij tijd nog moeite besparen om helemaal thuis bij mensen te komen en hun toch te helpen met het een en ander. Tja, mevrouw Bisisser, op een kjalkerje, halon tjalitje. अब से अयो तो सनेसा पयो कि कहाँ आई लुंडा, कहाँ ना है लुंडा। तू लोग के बहुत धन्यवाद हम दिल भाई। दिस इज ओमा देवनाथ एंड मफ्रो देवनाथ दी क्रेक्ट फ्रॉम द फैमिली डी जद्दू Familie D. Jaddu van het Doekje-project krijgt zij een enveloppe met 300 SRD. Denk in mijn paisa, he, mevrouw Deunaat. Die paisa moet ze gebruiken. Koek is voor kindje hier. Denk in haar pakket, he, koersiepe. Uw pakket op het Pathuis, he, meneer Rajesh Hemraj, ook er genaam dien. Zou ik een kus mate bolle, mevrouw Deunaat? Ja. माते बोले सबके माते धन्यवाद करे। हाँ धन्यवाद करियो बेटा,
बहुत धन्यवाद है कि लोग पकड़ दो एक वहाँ पके थाना पहली है सबका कागज होगा सब पता है कि पटका हमारे बेटवा देवनाथ अरे वो रोडाल करी से मुझे सब हमारे पैसा वैसा सब ले हमें पैसा ना बा बहुत दुख है गम के बहुत भारी दुख है Mevrouw Nirmala, we hebben uit het voorgesprek dus net begrepen dat u pas ontslagen bent uit het ziekenhuis. Men heeft wat onderzoekingen bij u gedaan, want we weten dat u kankerpatiënt bent. En men moet dus nog wat onderzoekingen bij u verrichten, of er zijn wat onderzoekingen verricht. De resultaten zullen binnenkort aan uw dochter bekendgemaakt worden. Zij, de dochter heeft haar geroepen om te horen, dan kreeg ik ook een datum om te gaan opereren. Ja. Maar u bent dus een beetje ook in de spanning, wat het precies allemaal is. Klopt, want ik ben ook een beetje bang. Ik heb gezegd, laat dat ding niet meer bij me komen, want het was zwaar voor me voor de eerste operatie. Ja. Nou, we wensen u het allerbeste toe. Heel veel beterschap toegewenst, mevrouw Nirmala. U weet het, wanneer we komen is dat altijd dankzij de donateurs. Dus zo krijgt u dan van familie Jaguru een enveloppe met 200 SRD, alstublieft. Dit is van familie Jaguru. Van mevrouw Malti, Harangi en gezin. Mevrouw Malti is op 31 juli jarig. Ze wordt 40 jaar oud en ook zij heeft gemeend om een enveloppe voor u te sturen. Ook hierin zit 200 SRD, alstublieft. De heer Himraj. Oh ja, niet, daar heb ik dit nog. Dit is lekkernij, snoep voor uw kleinkinderen, alstublieft. En levensmiddelenpakket, dat krijgt u van de heer Rajesh Himraj. Op 1 augustus wordt hij 50 jaar. Wilde u wat zeggen, mevrouw Nirmala, aan alle donateurs? Ik wil dat alle donateurs bedanken dat ze me gesteund hebben, dat ik mijn medicijnen kan kopen en mijn behandeling kan doen. Ik hoop dat ze me door zullen helpen, dat ik beter word. Ik bedank iedereen, alle donateurs. Ik bedank u, ik bedank de andere heer ook. Goed, mevrouw Nirmala, zoals ik het al zei, ook aan u wensen wij heel veel beterschap. En ik zou zeggen, weer tot de volgende keer. Dank u wel. Geen dank. Ja, ik bedank jullie. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yippie Day, aflevering 82. Dank gaat uit naar Rajesh Himraj van de Sulfaatstraat, de Paramaribo Noord. De heer Rajesh Himraj is op 1 augustus 50 jaar geworden. Dank gaat uit naar Jacinta Gopal Rai. Deze mevrouw wordt op 3 augustus 60 jaar. De felicitaties en ook nog de dankzegging voor de donatie van de levensmiddelenpakketten. Ook mevrouw Sadhana is jarig geweest op 1 augustus. Ook de felicitaties aan haar en wij bedanken haar ook dat ze zakken reis gedoneerd heeft. De meneer uit Nikeri, die lid is van de Sai Baba organisatie, ook onze hartgrondige dank aan u voor de zakken reis dat u gedoneerd hebt. Mevrouw R, voor uw snoep en ook voor uw pampers, heel hartelijk bedankt. Verder gaat onze dank uit naar alle andere personen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd. Of nou dat is financieel, op welke wijze dan ook. Onze dank is heel erg groot. Bent u geïnspireerd geraakt? Wilt u ook iemand helpen? Of kent u ook iemand die hulp nodig heeft? Nou, neemt u dan contact op met TBN Yippie op 874x93. 874x93 of 43-99-23. 43-99-23. Nu met COVID-19, als u niet uit huis wil gaan, maar u wil wel doneren. Nou, al onze bankrekeningnummers, dat krijgt u ook allemaal in beeld. En ook op deze wijze kunt u dan uw bijdrage leveren. Mijn dank gaat verder uit naar cameraman Raj Mahangu. De editing lag in handen van de heer Sunil
Sonny, pardon, lag in handen van Sonny Rambali. Ik ben Ganesh Vijay. Ik groet u en zeg graag tot de volgende.